Ik ben iemand die voor mijn land staat. Ik vind wat hier in Nederland gebeurt, dat dat gewoon niet kan. En daar krijg je energie van, Dennis. En dan sta je ervoor. En dan ga je ook echt niet aan de kant. Ja, Tinus Korps van Nederland in Afstand. Jullie hebben gisteren weer gedemonstreerd in Hilversum. Ja, dat klopt, Dennis. Maar die is onderbroken en nu wil jij aangifte gaan doen. Tegen 3 mensen instanties. Hoe zit dat? Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. We hebben hier in Nederland een grondrecht. En dat is het vrij recht van demonstreren. Daarin hebben ze nu natuurlijk de WOM, die daar heel heftig in zit. Die daar de regels zeg maar, voor neerlegt onder welke omstandigheden een demonstratie gegeven mag worden. En die voeren allerlei punten aan die gewoon juridisch niet daar kun je gewoon, er is geen juridische basis op daarom een demonstratie te stoppen of te ontbinden. Nee, want wat deden jullie? Jullie demonstreerden weer tegen het coronavirus en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Vervolgens was de keiharde muziek. Er was muziek en de mensen stonden te dicht bij elkaar en toen hebben ze gezegd we stoppen ermee en toen werd de demonstratie afgelast. Ja, we hadden tot dan hier, je zit hier aan het einde die ringen nog, ja. Daar mochten wij 65 dB tot aan het einde. En wij hebben zelf ook gewoon decibelmeters ingezet en wij zijn geen enkel moment over die grens heen geweest. En waarom denk je dan dat ze toch de boel hebben afgebroken? Omdat hun in de veiligheidsregio er zo ontzettend hoog in zaten en zo blijkbaar een wit voetje wilden halen dat ze gelijk bij het minste of geringste waarvan hun zeiden dat het niet kon, de boel ontbonden hebben. Maar desondanks zeg je wel, ik wil nu aangifte gaan doen. Ja, want ik vind dat het verbieden omdat het donker wordt, om die reden gebruiken of het daarmee argumenteren. Dat de argumenten waren toch te harde muziek? Nee, en te van veel tevoren mensen. Hebben ze al een uur eraf gehaald. Van de beschikking die we gekregen hebben, die was tot 5 uur. En toen in één keer moest het tot 4 uur. Dus dat uur, dat ga ik sowieso indienen bij de gemeente als derving. En daarbij gewoon dat hij zijn ambtseed gebroken heeft. Want er is geen enkele juridische basis. Dat klopt gewoon niet. Het tweede punt is dat wij op een gegeven moment bezig waren hier met de demonstratie. En in één keer mijn geluid werd uitgeschakeld, maar gewoon compleet het geluid, de stekker eruit getrokken werd aan de achterkant. Je staat met zwaar materieel, sta je geluid voor te brengen met versterkers en van alles er nog tussen. De kans dat daar een beschadiging opgetreden had, dat is gewoon aanwezig. En tegen wie ga je nu precies aangifte doen? De desbetreffende persoon die dus in dit geval de stekker eruit getrokken heeft van de gemeente, die daar eigenlijk helemaal niet toe bevoegd is geweest om dat te doen. Ja. De burgemeester, vanwege het feit dat hij dus zijn ambtseed heeft gebroken. En we hebben een derde aangifte vanwege het feit dat mijn aangifte niet wordt opgenomen. Een aangifte omdat er geen aangifte wordt opgenomen? Want je moet in alle tijden in Nederland gewoon als burger aangifte kunnen doen. Want jij hebt gezegd van ik wil aangifte doen en toen zei de politie? Toen hebben ze van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. En dat is denk ik rechtsstaat als Nederland, dan ben je niet goed bezig. Het gebeurt vaker hoor, het is niet de eerste keer dat er demonstranten weggestuurd worden omdat ze aangifte willen doen of organisatoren. En heb je nu niet zoiets dat je een beetje moedeloos wordt, dat je denkt, nooit. Staan we weer te demonstreren, weer gedoe, weer gezeik en het levert niks op, want er komt een nieuwe lockdown, wordt verlengd althans. Dat je dan op een gegeven moment denkt van ja, dat heeft toch eigenlijk geen zin. Ja, voor jou misschien. Dat is toch een stukje doorzettingsvermogen. Ik ben iemand die voor mijn land staat. Ik vind wat hier in Nederland gebeurt, dat gewoon niet kan. En daar krijg je energie van, Dennis. En dan sta je ervoor. En dan ga je ook echt niet aan de kant. En als je dan zeg maar leest op Twitter of waar dan ook, ach, heb je die stel idioten weer, die wappies. Och, wat. Ja, maar daar heb jij zelf ook wel eens last van, toch? Ja, maar niet zoveel als dat jullie... Give a fuck. Echt niet. Wat mensen over mij lopen te roepen. En als ze flink lopen door te delen met teksten erboven. Bedankt voor het bekendmaken. I don't give a damn. Echt niet.